Waarom hebben jullie voor een alternatief stakingsgebeuren gekozen? Ja, we hebben als school ervoor gekozen om, zoals je ziet, alle vrijwilligers die werkzaam zijn in de school in het zonnetje te zetten. Echt letterlijk in het zonnetje te zetten. Om eigenlijk een soort van dankjewel te zeggen voor alle hulp en alle mogelijkheden die zij ons geven. Want door de vrijwilligers hier in school zijn wij in staat om de leerlingen die hier toch allemaal uit de buurt komen, de beste ontwikkeling te geven die de leerlingen eigenlijk nodig hebben. Dat is aan de ene kant heel mooi dat zoveel vrijwilligers en alle buurtbewoners en dat soort dingen heel betrokken zijn met de school. Maar aan de andere kant geeft het wel weer dat het ook heel noodzakelijk is dat ze hier zijn. Want zonder deze vrijwilligers zijn we eigenlijk helemaal niks. Kunnen wij niet de leerlingen geven wat ze nodig hebben. En daarom hebben wij ervoor gekozen om wel gewoon de school open te gooien. Nou, jullie ook uit te nodigen. En dan te laten zien van, nou, dit zijn onze vrijwilligers en we zijn hier ontzettend trots op. Dat zij dit voor ons willen doen. In de groep zijn er een aantal dingen gedaan. Nou, bij mij in de groep zijn er bijvoorbeeld hapjes gemaakt, brownies gebakken. In andere groepen hebben ze leuke bekertjes gemaakt. Nou, zoals je ziet krijgt elke ouder en elke vrijwilliger die krijgt een wellnessbehandeling. Nou, we hebben volgens mij daar aan die kant een voetenbadje. Er worden nagels gelakt, ze hebben allemaal lekkere dingen te eten. En elke groep heeft daaraan bijgedragen. Omdat elke vrijwilliger ook in elke groep bezig is om de leerlingen te helpen. Morgen is de planning dat alle leerlingen met elkaar gezelschapsspelletjes gaan spelen. Om ook de leerlingen te laten zien van wat er in elke groep allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt per groep. Ik ben bij de kopouders en die ondersteunen de leraren tijdens de feestdagen met alle activiteiten. Zoals Pasen en met de kerst gaan de kinderen eten hier op school. En dan helpen wij met allerlei activiteiten, zodat hun het wat uit handen wordt genomen, zeg maar. Hoe is het om vandaag zelf in het zonnetje te worden gezet? Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ik heb de nagels al mooi gelakt. Ze smeren lippenstift overal. En heerlijk eten en drinken erbij. Geweldig. Merte, wat heb jij vanmorgen zoal gedaan? We hebben een drankjes gemaakt voor de moeders die helpen hier op school. We hebben een bekertje, dan hebben we lijm gebruikt en dan hebben we een papier en dan plakken we dat op een bekertje. We hebben rietjes en een stokje. Ik heb er een paraplu van gemaakt. Vrijwilligers en onderwijsassistenten zijn natuurlijk heel belangrijk. Wij kunnen taken overnemen van de leraren, zodat zij meer vrije tijd hebben om opdrachten uit te voeren, taken uit te voeren. En de vrijwilligers zijn helemaal belangrijk, anders komen wij, hebben wij gewoon tijd tekort om activiteiten uit te voeren. Ze zijn met name belangrijk voor als wij schooluitjes hebben. Ze zijn er altijd met kerstmis, Pasen, allerlei feesten. Ze helpen ons super. Ze zijn erg belangrijk. Dus daarom mogen ze ook wel vandaag in het zonnetje gezet worden? Ja, zeker. En volgens mij lukt dat aardig met alle kinderen hier, dus dat is fijn.